Meegaan het avontuur en veel zien van de wereld, veel mensen leren kennen. Ondertussen heb ik eigenlijk leren beseffen dat het super belangrijk is om met nieuwe energie bezig te zijn. Hoe kunnen we met z'n allen duurzamer leven? We hebben een aantal projecten die kunnen worden toegepast in het dagelijks leven. Het is de juiste groep mensen om enthousiasme allemaal over te Ik heb nog geen ervaring gehad met elektrische mobiliteit. Dit was de eerste rit voor mij op een elektrisch voertuig. En dat voor een paar dagen lang. En ik heb mogen ervaren wat voor een schitterend is ten opzichte van normaal vervoer. Ik moet zeggen, ik kan een heel stuk meer rijden. De power is aanwezig bij de scooters. Goed sturen ook. Ze zien er ook wel hip uit. De prijs valt ook mee. De trip zelf was echt was heel bijzonder. We hebben heel veel sprekers gehad. We zijn bijzondere plekken geweest. En het met z'n allen werken aan één doel was heel gaaf. Het was wel heel goed om met z'n allen aan dingen te denken. En om ook met oplossingen te komen. Weet je? En dat op zich is dat gewoon wel aardig gelukt. We hebben wel iets neergezet van we denken dat dit goed is voor in de toekomst. Ik weet niet of ik het een terugblik moet noemen. Ik denk dat het juist meer is vooruitblik. Inderdaad, om te concretiseren wat er nou eigenlijk gebeurd is. En dat er nog op gefocust wordt dat we zelf het verschil kunnen maken en ook het verschil moeten maken. En als iedereen er actief mee bezig is, dan kan je het met z'n allen samen doen. Als we nog niet alleen willen zorgen dat wij hier kunnen leven, maar ook de generatie die na ons komen. Ik denk wel dat we de verantwoordelijkheid hebben dat ook zij net zo fijn kunnen leven als dat wij dat kunnen doen.